flauw. U herinnert zich wellicht het tv-daardoor-fragment van vorige week, waarin demissionair minister Hans Hille in Nieuwsuur weinig controle had over zijn lucht, over de lucht in zijn lichaam. En helaas, zo blijken er meer, getuigen de volgende beelden, met dank aan de Belgische Lucky. Het boertje van Hans Hille herinnert ons aan Frans Timmermans. De onervaren staatssecretaris die moest een speech houden in het bijzijn van de koningin. Het boertje van Hans Hille herinnert ons aan Frans Timmermans. De onervaren staatssecretaris die moest een speech houden. Is dat leuk? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.